2019 was een druk jaar voor het Korps Brandweer Suriname, KBS. Dit zegt brandweervoorlichter Alten Pinas in gesprek met onze nieuwsdienst. De statistieken van het korps zijn verschillend per bestrijding, zegt Pinas. Op bepaalde gebieden is er een stijging en een daling te merken, gaf de brandweervoorlichter aan. Behalve woningbranden is de brandweer ook uitgerukt voor bijenbestrijding, verwijderen van reptielen en vaak genoeg ook voor loosalarm. Bij de bijenbestrijding is de brandweer in 2015 5.499 keer uitgerukt. Het daaropvolgende jaar was er een stijging en vanaf 2017 is er een daling voor meldingen van bijen te merken. Pinas geeft aan hoe de statistieken voor de vuilnisbranden eruit zagen. Wat vuilnisbranden betreft, in 2015 hadden we 794 en nu zijn we in 2019 en we hebben 1141 aan vuilnisbranden. Aan grasbranden hadden we in 2015 1856 en nu in 2019 2283. Dus je ziet dat er een stijging is gaan plaatsvinden. Waarom denkt u dat het ligt? Denkt u dat men toch nog alle waarschuwingen van de brandweer aan hun laars lapt? Of denkt u dat het gewoon, men gaat ervan uit, ja, het is toch op mijn erf, het is even snel? Ook wat betreft de gras en veel branden, je hebt nou dat er hier wat percelen verkaveld worden. De mensen branden à la dolvuil, de goedkope tuinman, het is makkelijk. In plaats van je veel te vervoeren naar de openbare vuilstortplaats, dan stopt men het maar in brand. Dus dat zijn zo'n beetje enkele van de oorzaken. Pinas geeft verder aan dat er vanuit de brandweer niet al te veel gedaan kan worden dan het blijven geven van voorlichting. Het korps hoopt daarbij dat de handhaving van de veiligheidsvoorschriften beter aangepakt wordt. De sancties die daarop zijn, ik denk, het bedrag is heel schraal, ik denk het is van 15 SRD. Je hebt ook dat we of de brand kunnen blussen of de mensen de brand zelf laten blussen. Maar het zijn hele boetes die aangepast moeten worden. Oké, en wat staat er allemaal in het verschiet voor het jaar 2020 voor de brandweer en vooral de voorlichtingsafdeling? In 2020 gaan we ons natuurlijk wat meer gaan inzetten op het gebied van voorlichting. We gaan harder ons best doen. We gaan proberen om de vuurwerkslachtoffers te reduceren, nog meer te reduceren. We gaan veel meer de straat op. Men gaat ons vaker de straat op zien gaan, meer route op straat. Daarmee bedoelen we met ons blusvoertuig. We gaan huis aan huis om de boodschap naar de mensen toe te brengen. Niet alleen in de vuurwerkperiode, ook in de droge tijdperiode, de grote vakantie. We gaan veel bezig zijn met buurtcentra, scholen, om dan die boodschap door te brengen naar de mensen. Belangrijk is dat die awareness op niveau moet komen. Brandweervoorlichter Alten Pinas. Wij spraken hem over onder andere de statistieken van het afgelopen jaar.